Ik ga zelf 's ochtends met de bus vanuit Zeerberg naar Didam. Het voelt elke dag als een schoolreisje. In Montferland is woensdag de 6e editie van de zomerschool officieel van start gegaan in de bibliotheek in Didam. De deelnemers zijn vooral kinderen van nieuwkomers en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De leerlingen zijn 3 dagen in de week van 9 tot 12 op een creatieve manier bezig met de Nederlandse taal. Deze kinderen die hier komen, waarschijnlijk praten ze thuis een andere taal dan Nederlands. Want vaak de ouders spreken nog minder Nederlands. En we vinden het belangrijk dat ze ook in de vakantieperiode, als ze niet naar school gaan, dat ze ook Nederlands blijven spreken. Het is niet alleen maar tekenen en taal, maar er zijn ook andere leuke creatieve dingen die ze moeten doen. En dat is gewoon om de kinderen er leuk bij te houden. Want ze hebben natuurlijk ook vakantie. Maar spelend leren, dat is ook een belangrijk doel ervan. Wethouder Henk Grote heeft de zomerschool geopend. De eerste officiële opening in zijn nieuwe functie. Toch wel even spannend. En vooral met het kritische publiek van kinderen. Kinderen die zijn altijd heel eerlijk. En als het dan je eerste officiële openingsdaad is, dan is dat wel even een spannend momentje. De zomerschool wordt georganiseerd door de bibliotheek. En dat wordt dit jaar voor de eerste keer gedaan op de nieuwe locatie. Ja, dat is even wennen. We waren gewend in de bibliotheek, de oude bibliotheek, dat we wel iets meer ruimte hadden. Maar eigenlijk zijn dit ook hele mooie ruimtes hier. En wat zo leuk is hier, gisteren de hele dag liepen hier oudere bewoners langs die vroegen zich al af, wat is dit? Dus het gaf ook wel een leuke dynamiek voor de oudere bewoners die hier in Meudenvelde wonen. De lessen worden gegeven door PABO-studenten die op deze manier weer veel ervaring opdoen. In die zorg voor hele leuke opdrachten. Ik ben als vrijwilliger ze daarbij te ondersteunen. En ik vond het super. Ik ben zelf ook docent. Ik heb 6 weken vakantie. Ik heb toch niks anders te doen. Dus kan ik beter maar gewoon lekker helpen.